Maandag 24 november vond in de Agnietenhof in Tielen ledenontmoetingsavond plaats. Tijdens de avond werden ruim 400 bezoekers getrakteerd op inspirerende sprekers. En vanavond hebben we een heel mooi programma, u heeft het al gehoord. En dat zijn twee inleiders, Erik de Bruin en Jules Martin, die ons meegenemen in hun verhalen. Hun verhalen van perspectief. Op een andere manier de economie bekijken. Op een andere manier de techniek bekijken. Gewoon helemaal nieuw. Het zijn prachtige verhalen. En met die ervaring en met die verhalen willen wij ook de komende jaren met u gaan kijken. Wat is uw perspectief? Wat is het perspectief voor onze regio? Namens de directie en alle medewerkers wens ik u een hele perspectiefvolle avond toe. En natuurlijk zijn wij straks, aan het eind van de avond, de tweede helft, zeg maar gewoon bij de borrel straks, zijn wij hier met heel veel collega's om daar met u over te praten. Ik wens u een hele perspectieve avond toe. Dank u wel. Erik de Bruin van het bedrijf Etymet heeft bij de laatste gesprek over de filosofie van zijn bedrijf dat 3D-printers maakt. Toen ons, toen ik mijn twee medeoprichters tegengekomen ben, die waren ook helemaal snel al verkocht van 3D-printen. Toen zijn we zelf onze eigen 3D-printers gaan bouwen, maar ook gaan verbeteren. En we gaven een cursus om een 3D-printer te bouwen, maar ondertussen van alle deelnemers leerden wij net zoveel als dat we aan kennis konden delen. Nou, de 3D-printer zelf, ik zal straks de historie een klein beetje laten zien hoe snel dit allemaal gegaan is. Want ja, 2008 is nog niet zo heel lang geleden. Ons bedrijf is in 2011 pas echt opgericht. Nu waren met z'n drieën begonnen, we zitten met 85 man in ons bedrijf. Dus het is allemaal heel snel gegaan. Maar ik denk dat het ook voor een groot deel te danken is aan onze hele gedachte erachter. Nou, ik moet zelf zeggen, iets tastbaar maken, wat eerst gewoon een idee was. Als je het apparaatje dat ziet doen, is het een beetje magie. Maar het belangrijkste is eigenlijk nog niet de magie van wat er in dat apparaatje gebeurt, maar hetgene wat er weer gebeurt met jezelf. Als jij iets tastbaar hebt gemaakt, als je jouw idee tot werkelijkheid hebt gemaakt, als je dat deelt met anderen en dat in één keer wereldwijd mensen dat ook kunnen maken, dat is nog veel meer magie. Dan verandert er iets aan jezelf. Dus niet alleen maar in je fysieke wereld. Maar het bijzondere is dat mensen nu hun fysieke wereld kunnen veranderen. Jules Martin sprak over de deeleconomie. Durf te vragen was zijn motto. Het gaat om een nieuwe wereld, hè? Zo kunnen we het beste omschrijven. En jij bracht dat mooi met praktijkvoorbeelden. Werkt dat? Ja, wat je werkt en wat je ziet is dat steeds meer mensen, ook hier in de Betuwe, ook hier in Tiel, ook hier in Geldermalsen, die mensen bereid zijn om te delen wat ze hebben. Of het nou gaat om gereedschap of spullen of kennis of een ondernemer die een andere ondernemer gewoon een beetje helpt. Je ziet dat er steeds meer gebeurt en dat is de grote verandering eigenlijk waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Heel veel wordt daarover gesproken, hè? De participatiemaatschappij. Maar jij kwam echt met voorbeelden aan van, nou, hoe zet je dat nou op en hoe kun je dat nou realiseren? Dat werkt, want je hebt zelf al voorbeelden aangehaald. Kun je er nog één noemen? Nou, we hebben bijvoorbeeld, ik kom dan uit Nijmegen. We hebben daar gewoon samen met z'n allen een heel huis gebouwd zonder geld. Gewoon met spullen die over zijn. Dus mensen die schroeven over hadden of hout of gipsplaatjes hebben verzameld. En met z'n allen een heel huis gebouwd dat iedereen mocht gebruiken. Zo'n Rabobank, in dit geval de Rabobank West-Betuwe, wil graag faciliteren. Een goede ontwikkeling? Ik vind het slim en ik ben blij dat zij de gemeenschap echt willen helpen. En niet meteen vragen, oké, word maar klant bij ons en zorg maar dat wij geld verdienen. En dan krijg jij een zak met geld voor shirtsponsoring of zo. Nee, ze willen echt gaan faciliteren om te kijken, wat willen mensen hier nou en hoe kunnen we daaraan bijdragen? Wat kan de bank nou doen voor bedrijven om dat hele proces van innovatie, anders denken, vorm te geven? Wat doe je dan als bank? Ja, je legt de lat hoog. Ja, kom op. Hey. Waarvoor dank. Maar ik ga toch een poging doen als ik kijk naar de ontwikkelingen binnen bedrijven. Er waren denk ik de verhalen van Erik en van Jules twee dingen die mij toch wel geraakt hebben. Ik zal daar zo meteen eens op ingaan. Wat me met name opviel bij Erik is dat hij aangaf, ja, dat gaat voor mij over anders produceren. Op een andere manier denken, op een andere manier met je leveranciers omgaan, met je klanten omgaan. Als ik dan denk wat we binnen de bank aan het doen zijn, we zijn bezig binnen bedrijven om zakelijk retail financieren te implementeren. Dat betekent dat klanten straks tot een miljoen euro online krediet kunnen aanvragen bij ons. En daar gaan we het ook heel erg in tegenkomen. De omgeving waarbij onze diensten verlenen, klant levert online informatie aan. Wij doen daar online wat mee. Je kijkt naar dezelfde omgeving en er komt interactie tot stand. Ik denk dat dat heel veel gaat vragen.
gaat ook heel veel bieden. Financiering zou daar toegankelijker mee moeten worden. Maar het gaat heel veel van ons vragen. Maar ook een gewenningsproces bij de klant. Het is een andere manier van interactie met onze klant die we tot nu toe anders gewend zijn. Ik wil er overigens wel bij aantekenen. Dat hoor je ook heel vaak. Van, dan gaat alles online en tot 1 miljoen kun je dan online financieren. Ja, dat kan makkelijk betekenen dat ik geen adviseur meer zie. Nou, dan wil ik nadrukkelijk hier toch ook gezegd hebben dat onderdeel van de propositie van de Rabobank blijft altijd persoonlijk advies. Als ik hoor je zeggen, er is van alles mogelijk online. We gaan dichter naar de gebruiker toe, de bedrijfsmatige gebruiker. Uiteindelijk gaat het om geld. Ik hoor vaak als ik praat met ondernemers, zo van nu moet ik naar de bank. En dan zit er al iets in die intonatie zo van, nou moet ik met de billen bloot. Of ik ga met mijn hoofd op het hartblok. Wat doet de bank? Wat ik hoor, flexibel en wordt het makkelijker voor ondernemers? Sjoel heeft heel veel verteld, maar één ding heeft me toch een beetje geprikkeld. Hij gaf op een gegeven moment aan van, banken zijn niet zo cool. En vraag ik wat, hoor je niks, iets in die geest zei. Hij heeft heel veel meer verteld, maar dat prikkelt me wel een beetje. Maar ik kan hem eigenlijk wel goed begrijpen. Want als je daar gewoon een beetje doorheen kijkt, dan realiseer ik me ook heel goed dat echte vernieuwing, echte innovatie, dat komt van ondernemers als Erik de Bruin van de Ultimaker. En de bank speelt daarbij slechts, zeg ik tussen aanhalingstekens, een faciliterende rol. En als je dan kijkt naar die rol, die verandert gewoon gigantisch snel. Dat heb je denk ik ook heel goed in de verhalen van vandaag terug kunnen zien. En ik denk dat wij ons moeten realiseren als bank dat die veranderingen misschien wel veel sneller gaan dan wij denken. En dat innovatieve ondernemers zoals de Club van Erik die haalt in de opstartfase zijn kapitaal misschien niet meer standaard bij de bank, maar gewoon via crowdfunding of via vermogende families die iets in zijn en die idee zien, of een combinatie van allerlei zaken. En ik denk dat het onze taak is om die dingen meer met elkaar te verbinden. Ik denk dat er soms hele goede redenen te zijn. Nou, in deze fase is een bankaire financiering te risicovol. Mm-hmm. Dan kunnen we hem misschien in die fase niet verstrekken. Als een bedrijf in een latere levenscyclus komt, dan wellicht wel. En op dat moment zetten we misschien net iets te vaak een punt. En dan begint ook het verhaal van, de bank is dus niet heel erg cool. Je kan niet meegaan aan dit soort dingen. En ik denk onze uitdaging, waar onze vernieuwing moet plaatsvinden, is dat die punt een komma moet worden. Van we kunnen het bankair niet doen, maar we hebben wel een netwerk. We kunnen je wel introduceren bij dit of bij dat. Of we kunnen zelf advies geven, waar haal je nou je crowdfunding op? Of hoe trek ik nou risicodragend kapitaal aan en bij wie? En ik vind op het moment dat wij in plaats van die punt die komma zetten van bankier kan ik je niet helpen, maar ik wil als adviseur er wel alles aan doen om jouw droom mogelijk te maken. Ja, dan denk ik dat je een hele andere dialoog gaat krijgen met je klant. En dan hoop ik dat we een klein beetje cooler worden dan we nu ervaren worden. Daar is hij weer, hè? De dialoog. Een voorzet naar de coole bank. Ik wil ook eens even naar Ellen Otten. Dankjewel voor het spreken en dank voor je toelichting. Ellen, jij behartigt de belangen van de particulieren. Hoe gaan die particulieren daarvan merken, van die innovatie die vanavond zo in alle toonaarden besproken is? Zal ik hem overpakken? Dat is goed. Ga ik dat doen. Ook aan de particuliere kant gebeurt er natuurlijk heel veel de laatste tijd. En zijn er heel veel ontwikkelingen en ook ontwikkelingen die zijn mogelijk geworden door wat er technisch allemaal kan. En wat je inderdaad ook ziet is dat bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies, waar je vroeger heel globaal een berekeningetje kon maken, kun je nu al op basis van je eigen gegevens alles online invoeren. Kan een adviseur zelfs mee gaan kijken op het scherm waar jij bent en als je halverwege een vraag hebt, daarop inspelen. En dat gaat steeds verder. En dus we integreren verschillende mogelijkheden. Je kan via chat contact opnemen. Dus het gaat steeds meer naar op ieder moment dat de klant bezig is met zich oriënteren, daarop inschakelen, snel inschakelen. En ook daar geldt, dat blijft nog steeds ook in een persoonlijk gesprek mogelijk, maar daar waar de nieuwe generatie verbonden zit aan het mobieltje, daar spelen we natuurlijk ook op in. Dus ook via mobiel is er inmiddels heel veel mogelijk. Ik vind het ook best cool klinken. Wat ben je aan het doen, schat? Nou, ik zit even te chatten met de bank. Ja. Nou, dat gaan we inderdaad steeds meer zien. Wat maakt de technologie eigenlijk ook mogelijk? Dat is bijvoorbeeld dat we veel beter kunnen zien wat is er op dit moment interessant voor jou als klant.
om te doen. Want we weten welke producten je hebt, we weten wat er wijzigt iets in wetgeving. Is op dit moment de rente op een dusdanig percentage en daar proactief op inspelen. Dat zullen we de komende jaren ook steeds meer gaan zien aan de particuliere kant. Omdat wij veel makkelijker kunnen selecteren voor wie is iets interessant en wie moeten we dan in ieder geval de suggestie aan de hand doen. Kijk eens hiernaar of denk eens daaraan. Mm. Al dat soort dingen zullen we steeds meer gaan zien in de komende periode. Sorry, ik neem al van je over. Dus voor de. Nou ja, ach, het is een beetje. Het wordt een beetje gehengel zo. Hè? Ja, maar ja. Ik wil afsluiten met. Dus. Als ik het in mijn woorden samenvat en corrigeer als ik ernaast zit. De scope van de bank zou zowel voor bedrijven als particulier. Wordt steeds breder. Dan alleen maar van. Het is een ja of een nee. Als een ondernemer wil ondernemen, heeft geld nodig. Het wordt wat breder. Meer kijken wat er nog meer kan. Ja, en steeds meer individueel toegespitst kunnen kijken. Dat is denk ik ook wel het verschil wat we gaan zien. En 24 uur per dag, hè, dat gaat ook steeds meer de trend worden. Ja. Een inspirerende avond, de Rabo-ledenavond. Ja, vond ik wel. Een aantal inspirerende verhalen van een aantal interessante sprekers. En met name iemand die vanuit niks, vanuit zijn schuur achter letterlijk een bedrijf begint. En dan 85 medewerkers heeft inmiddels na een paar jaar bezig te zijn. Vanuit niets beginnen, ja, dat dwingt respect af. Vind ik indrukwekkend om te horen. De afgelopen jaren heeft de Rabobank intern gezorgd dat die klaar is voor de toekomst. Die toekomst wordt nu uitgerold, een nieuw begin. Ja, steeds meer. Als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen de bank. Ik heb vanavond kort iets aangegeven over zakelijk retail financieren. Online financieren met behoud van een stuk persoonlijk advies. Want dat blijft ook gewoon de Rabobank, dat hoort ook bij ons. Ja, daar zijn we nu met een handjevol eerste klanten mee bezig. Maar ik ben ervan overtuigd dat grote vlucht gaat nemen. En dat past ook prima bij het thema van vanavond, dat het eigenlijk over vernieuwing en innovatie ging.